De opkoopprijs voor melk is onlangs met SRD 25 cent aangepast. Wat betekent dat de melkboer meer voor zijn rauwe melk zal ontvangen. Het is geenszins de bedoeling dat de consumentenprijs verhoogd zal worden. In de melksector is er belangrijke ontwikkeling. We hebben de minister van LVV hier in de studio om ons de updates te geven. Minister, welkom. Dank u. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de melksector? Het is zo dat de melksector al een hele poos uitkijkt naar verbeteringen die moeten worden doorgevoerd. Natuurlijk niet door de regering alleen, maar als collectief door alle stakeholders een gezamenlijke inspanning om verbeteringen aan te brengen. Dan praten we over verbeteringen in de productiviteit, want we zien dat er een afname is in de melkproductie. Als we kijken naar de totale productie op dagbasis, op jaarbasis. En al sedert augustus vorig jaar heeft de Vereniging van Melkboeren een schrijven gericht aan het ministerie en gevraagd naar verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk. Waarom is de productie teruggelopen, minister? Het gaat om de productiviteit, je zou kunnen zeggen per dier, maar ook het aantal melkveehouders is aan het afnemen. Dus dat heeft dan gemaakt dat de productie per dag en de productie op jaarbasis richting met de helft bijna aan het afnemen is. Wij gaan iets moeten doen natuurlijk in die sector. Er is een eerste stap gezet en ik denk dat het goed is dat we dat met de gemeenschap delen, maar ook een aantal zaken verduidelijken. Eén is dat de opkoopprijs van, en ik benadruk opkoopprijs van rauwe melk, die door de melkcentrale wordt opgekocht, daar een prijsverhoging van 25 cent SRD-centen per kilogram is goedgekeurd door de Raad van Ministers. En dat gaat in per 1 maart 2019. Wat ik direct erbij wil zeggen, is dat de consumentenprijs in de supermarkt dus, per liter, de plastic verpakking van MCP, melkcentrale, niet wordt verhoogd. Dat moet duidelijk zijn voor de gemeenschap. De consumentenprijs dus wordt niet verhoogd. Het gaat alleen om de opkoopprijs van rauwe melk. Dat is met 25 SRD-centen per kilogram verhoogd. Ook is verhoogd de vergoeding voor transport. Dat is met 1 cent per kilogram verhoogd. Dat moet de sector natuurlijk ook weten. En misschien is het direct goed om direct erbij te vermelden dat we natuurlijk ons realiseren dat die verhoging niet alle problemen gaat oplossen, maar het is een eerste stap. Wat ik erbij wilde aangeven is dat het ministerie bezig is naar mogelijkheden te bekijken zodat investeringen die gepleegd moeten worden door die melkveehouders, dat die investeringen kunnen plegen middels toegang tot goedkoop kapitaal. Ik ben bezig na te gaan en natuurlijk de gesprekken te voeren met voorstellen te komen. Wij hebben een agrarisch kredietfonds gehad. Dat is overgeheveld naar de Nationale Ontwikkelingsbank. Dus die gesprekken zijn gaande om even concreter aan te geven wat ik bedoel met voorbereidingen en gesprekken. Aan de andere kant is er een project voorbereid waarbij de capaciteit van het ministerie voor kunstmatige inseminatie zal worden verbeterd. Een project in samenwerking met de Islamic Development Bank en Indonesië. Maar het is ook de bedoeling om aan rasverbetering daar te doen, zodat we onze productiviteit daar ook kunnen verbeteren als we kijken naar de rassen.
Dat is dus in grote lijnen. Het is natuurlijk de bedoeling om op korte termijn met die sector te zitten en een aantal zaken op een rijtje te zetten. En dan de projecten die zijn voorbereid uit te voeren, maar andere zaken die moeten worden voorbereid en uitgevoerd om die ook aan te pakken. Wat zijn de belangrijke zaken die nu in stelling gebracht moeten worden? Dus kijk, die prijsverhoging, die prijsverhoging voor rauwe melk, opkoopprijsverhoging, dat zal maken dat die melkveehouder iets wat meer gaat verdienen. Ik zeg nogmaals dat dat niet alle problemen gaat oplossen. Dus wat we zullen moeten doen is investeringen plegen in de infrastructuur van de veehouder zelf. Ik denk bijvoorbeeld aan grasland, maar ook andere zaken die aangepakt moeten worden. Hun weidesystemen en andere zaken. De experts moeten daar naar kijken. Er zijn al wat studies geweest met rapportages. Dus we hoeven het wiel niet meer opnieuw uit te vinden. De rapportages liggen daar. Het is bekend wat moet gebeuren. Dan zouden we moeten kijken van welke de prioriteitsgebieden zijn, samen met die sector, om die zaken aan te pakken. Aan de andere kant, zoals ik heb aangehaald, het ministerie moet ook werken aan het verbeteren van de infrastructuur binnen het ministerie. Dus kunstmatige inseminatie is één van de dingen waarbij je een rasverbetering zou kunnen doen aan de hand daarvan. Maar als we kijken naar de faciliteiten en de capaciteit van het ministerie, dan is dat niet optimaal. Dus middels het project wat ik net heb genoemd, in samenwerking met Indonesië en de Islamic Development Bank, gaan we die capaciteit van het ministerie verbeteren. Capaciteit aan het uitvoeren van kunstmatige inseminatie. Maar ook zullen wij rassen die geschikt zijn voor onze omstandigheden binnenhalen. En als ik dat zeg, bedoel ik niet levende dieren. Maar sperma wordt dan binnengehaald om op die manier ook in samenspraak met die veesector te komen tot verbeteringen van onze rassen. Dus met andere woorden, de opkoopprijs die gaat ietsje omhoog, maar de consumentenprijs blijft hetzelfde. Ja, de opkoopprijs van rauwe melk gaat met 25 cent SRD-centen omhoog. Ik moet misschien hier aangeven dat de sector in augustus in hun brief hadden gevraagd naar bijvoorbeeld 1 SRD verhoging per kilogram melk. We hebben een eerste stap gezet met 25 centen. Maar zoals u net zei, en ik heb al eerder benadrukt, ik benadruk nogmaals, de consumentenprijs van die literverpakking in plastic van de melkcentrale blijft gehandhaafd. Die prijs wordt niet verhoogd. En van waar haal je dat geld dan? Dus Melkcentrale heeft een calculatie gemaakt en aangegeven dat ze binnen hun vermogen en hun financieel setting die 25 cent zouden kunnen verdragen. Kunt u dat ook voor ons in het Surinaams kort samenvatten wat u zo even heeft gezegd? Ja, inderdaad, Ade. Belangrijk dat een sector, een melkveesector, Moesabi, maar natuurlijk ook toe, een gemeenschap Moesabi, dat een opkoopprijs, een prijs van melkcentrale en pay per kilogram, merki, die de melkproducenten, een prijs dat verhoog per 1 maart 2019 van 3,50 SRD. Gomit 3,75 SRD per kilogram. Samiwan tak direct erbij is dat a verkoopprijs, a consumentenprijs in de supermarkt, a liter verpakking voor melkcentrale in plastic, a prijs dat 8,50 dat nog verhoog. Dus a gemeenschap Moesabi dat a opkoopprijs nomo verhoog met 25 SRD-centen, terwijl een verkoopprijs voor merki in een supermarkt, in een plastic verpakking, dat otang tap aan niveau voor 8 SRD en 50 cent.
En belangrijk ook toe dat een gemeenschap lange aan melkveesector moet sabi dat een ministerie de bezig voor luku occasie mogelijkheden per een sector kan op boomkop money. Dus lange lage rente tegen lage rente voor investeer in alle de transacties aan moet doen in de bedrijven zodat een productie kan krijgen voor merkie. En tracé hoe de ook te bezig ligt ministerie voor versterk ons refi aan ministerie refi voor man doe rasverbetering omdat je ab tratra ras in trakondre sang kan produceren moro merki in one day maar natuurlijk om luku dat de ras dat de geschikt die wie situatie ja in akondre lek van wekaring, a klimaat zou we abi, de ras dat moest de geschikt die a klimaat dat die. Dat na in het kort sana a bedoeling, kan de abong tak me herhaal baka, dat de opkoopprijs voor rauwe melk verhoog, maar a verkoopprijs in de supermarkt voor a liter verpakking van melkcentrale in plastic, dat outang 8,50 per liter. Oké. Wat laatste samen aan Sabina, even alasan wakabun furo merci emeki san epsa amerki je bedoelt asa overhoog a productie of a productie voor nono ta productie overhoog a behoefte de a gemeenschap a behoorlijk behoefte voor gebruik merki san we doen nou want deel voor a behoefte dat we dek door import voor merki, nanga melkpoeder. Dus alle kondre en alle sector luku tak demang kan produceer voldoende, zodat ino abi fu importeer fu tra kondre, dat kan bespaar de visa. Dat na a streven pe umus doro uiteindelijk dat a melkvee sector moest de in staat fu produceer voldoende merki, zodat sranang no abi fu importeer. Merkie voor trakondre. Maar natuurlijk na mijn proces en lek van mij ben takikba eigenlijk ook go achteruit in hoeveelheid zou produceer in one day, in one year. Maar wat aantal sani moest doen per a productie dat kan krimbaka en telek ude tapuan niveau dat lek van de maekaring zelf voorzienen un abi voor importeer merkie moro. Oké, okay. Minister Megi Grantangi, dank u wel. Het is heel duidelijk.